en El Vital, dat willen we natuurlijk allemaal. En wij zijn er als hartstikke trots op dat we in deze inspirerende omgeving met elkaar het gesprek aan hebben kunnen gaan over wat drijft ons en hoe zorgen wij er samen voor dat de jongeren, onze jongeren, op gezond gewicht blijven. De gemeente Os vindt het in ieder geval belangrijk dat we hier in een netwerk elkaar hebben gevonden. Waarom? Omdat de gemeente Os jongeren op gezond gewicht iets vindt wat je met z'n allen samen doet. Iedereen daarvoor nodig. Je hebt onderwijs nodig, je hebt de zorg daarvoor nodig. Je hebt de gemeente nodig die een hele belangrijke rol kan spelen in het verbinden van die partijen. Je hebt ouders nodig. Dus het is een initiatief, NL 2025 natuurlijk, van boven naar beneden. Maar uiteindelijk het succes wordt lokaal bepaald. En zo ook hier bij deze inspiratiebijeenkomst hier in Os. Ja, we hebben met onze ketenpartners ook overleg gevoerd met de jongeren. Hè. Samen met de jongeren gekeken wat kan hun gedrag beïnvloeden, wat is voor hun belangrijk. En het belangrijkste is dus dat we niet over die jongeren, over die patiënt, over die groep praten, maar dat we dat met de groep doen. En wij is dan niet alleen het ziekenhuis, maar er zijn dan alle partners in die keten. Mijn naam is Niels Meijer, ik ben directeur van de Johan Cruijff Foundation. En mijn persoonlijke boodschap is dat nu het moment is voor Nederland vitaal te maken. Wij als Cruijff Foundation brengen jeugd vooruit door beweging. Maar daar komt veel meer bij kijken. Daar komt voeding bij kijken. Daar komt informeren bij kijken. En daar hebben we iedereen bij nodig. En zoals Johan het heel mooi verwoordde, alleen kun je niets, je moet het samen doen.